Ik geef vanavond een diner voor mijn familie. En ik heb alles onder controle. Alles staat klaar. Ben je nou benieuwd hoe me dit is gelukt zonder ongelukken, zonder afgaande rookmelders? Blijf dan vooral deze video even kijken. Ja, dit is mijn geheime wapen. Eli, jij bent chefkok bij restaurant Tijdloos in Enkhuizen. En jij gaat me vandaag laten zien hoe je makkelijk een drie gangen diner op tafel zet voor een grote groep. Ja, dat klopt. Laten we beginnen. Laten we dat doen. Nou, Julia, jij mag het voorgerecht gaan opvullen. Wow, wat is dit? Gemarineerde zalm in rode biet met crème fraîche, radijsjes, gele biet en kruidenolie. Lekker. Zo, dus hier hebben we de mooie zalm. Die gaan we dus lekker pekelen in de rode bietjes, het grove zeezout en de suiker. Ik kan het een paar dagen van tevoren klaarmaken. Wel 3 dagen, aangezien je 36 uur in de peper moet zitten. Je kan het de dag van tevoren snijden en voordat je gasten binnenkomen, kan je eigenlijk je voorgerechten al klaar hebben. Ja, zeker weten. Sappie. Erg rood. Kijk eens. Supermooi dit. Even proeven misschien? Dat zou ik niet doen. Oh. Oeps, zachtjes erin. Nou kan hij de koelkast in. En over 36 uur, dan halen we hem eruit. Kijk eens hier dat mooie stukje zalm wat ik net uit de pekel heb gehaald. En dan maken we er een rolletje van. Ik heb nog een hele mooie tip. Als je nou je bordje op gaat maken, dan is het natuurlijk verstandig om heel veel verschillende kleuren te gebruiken. Want het wordt echt een feestje op het bord. Hè? Ja, dat willen we, een feestje. Deze is helemaal klaar om geserveerd te worden natuurlijk. Nou Julia, aan jou wederom de eer om deze keer het hoofdgerecht te onthullen. Oké. Okay. Wat is het? We hebben een rolade van kalkoendijen, groentelasagne, een puree van knolselderij en wat groentechippies. Lekker! Oké, okay. Hoe heb je dat gemaakt? We hebben speciaal voor kalkoendijen gekozen, omdat dijen die zijn toch niet zo snel droog als een filet bijvoorbeeld, okay. Een worstfilet. Katerspek en de paddenstoeltjes. Dan ga ik eventjes het uitje eventjes snipperen. Ja. Klein beetje knoflook. Duxelles? Duxelles, dat zijn champignons en paddenstoelen gebakken. En dan eventjes opgedraaid tot een soort grove tapenade. Je kan deze één dag van tevoren maken. Oké. Okay. En nu kunnen we hem hier mooi netjes neerleggen. Het is inderdaad die rolbeweging van de sushi. Ja? En dan goed het tegenhouden, goed het tegenaan houden. Ja. En dan proberen we hem dus zo op te rollen. Aandraaien. Hete lucht. 180 graden. Dit gaat gewoon zo met plastic de oven in? Die kan met plastic en al zo de oven in. En die gaat 45 minuutjes in de oven. Nou, de rollade is hartstikke mooi gelukt. We hebben hartstikke mooie plakjes gekregen. Oh. Heb je nou een stukje rollade over, dan kan je dat natuurlijk altijd de volgende dag eventjes op een broodje doen ofzo. De recepten van de groentelasagne en de puree, die kun je teruglezen op het blog van Bosch. Aan tafel. Julia, dit gaan je gasten echt geweldig vinden. Oké. Okay. Mag ik? Ja, mag. Witte chocolade parfait met herfstfruit. Nou, dat is altijd goed. Hoe heb je die parfait gemaakt? Ja. Ijstaart, toch? Ijstaart. Want wat gaat er allemaal in? Chocolade? Er gaat chocola in. Suiker? We gaan de eidooiers, die moeten bain-marie geklopt worden met de suiker. Een gerechtje wat je bij iedereen kan geven en iedereen is gek op chocola. Ik ga alvast beginnen met de dooiers bain-marie kloppen. Dan zijn we weer wat sneller. Het kan zijn dat er zo meteen iets minder chocola in zit, maar... Ja. Ja, weet je. Sneller. Zo. Nu, zo is hij klaar. Zo is hij perfect. Volgens mij is hij nu goed. Of, dus wat, die kan naar de afwas. Wat is wat? Witte chocola? Dit is witte chocola, de eidooiers en de slagroom. Oh ja, oké. Okay. Even lekker doormengen. Dan is het één gladde massa geworden. Deze die moet op zijn minst een dag van tevoren in de vriezer in. Zodat hij mooi goed is aangevroren. Ik heb natuurlijk al de parfait bereid. Dan krijg je dit. We doen hem nu met lekker herfstfruit. Maar je kan hem natuurlijk ook in de zomer met lekker zomerfruit doen. Of met cranberries tijdens de kerst. Nou, Eli, heel erg bedankt voor de gerechten. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Volgens mij ga ik mijn familie hier wel blij mee maken. Dat denk ik ook wel. Heel veel succes. Dankjewel. Kijk, nou, alles staat gewoon klaar.
aan tafel. Ontzettend mooie voorgerechten. Ja, hè? Gepekelde zalm in rode biet. Gele biet is een vergeten groente. Ja. Vergeten groente, ja. Ik kon even niet opkomen. Lekker? Smaakt de zalm, ja. Fris of zalm, ruim voldoende. Nou, het is me gewoon gelukt, zonder stress. Ik ben helemaal trots en zeg nou zelf, het zag er gewoon ook chefwaardig uit. Heb je nou ook nog een goede tip voor een drie gangen diner voor een grote groep? Laat hem dan even weten hieronder. Alle recepten die kun je terugvinden op de blog van Bosch. En vind je het nou een leuke video, abonneer je dan even op het YouTube kanaal van Bosch. Dan ga ik nu weer snel aan tafel. Doei!